Dag lieve iedereen. Vandaag hebben wij een heel bijzondere gast in ons YouTube-filmpje. En dat is Geesje Stroo. En Geesje Stroo ben ik tegengekomen via haar boek. Want af en toe, ja, met ons Pure Child magazine zijn we op zoek naar bijzondere boeken over mensen die een nieuw idee hebben over het onderwijs. En zo kwam ik op haar boek terecht. Lichter, levend leren. En je dacht, hoe mooi is dat? Lichter, levend en leren. Dus ik dacht, ja, ik wil dit boek zeker hebben. En ik heb het heel, heel graag gelezen, omdat het volledig vibreert met onze boodschap ook van Pure Child. Dat we in het gewone, klassieke, traditionele onderwijs vaak alleen belang hechten aan de ratio. En eigenlijk het creatieve, het spirituele, het droomdenken en zoveel meer, de emoties en de gevoelens. Ja, wordt zo vaak vergeten om daar aandacht aan te geven. En haar boek bewijst eigenlijk hoe mooi het werkt door haar eigen ervaringen ook daarin. Dus laten we Geesje zelf aan het woord laten. Ja, dankjewel Magdalena allereerst voor dit interview. En ik kom uit Nederland. Ik ben wel heel erg verbonden met België. Ik woonde niet zo ver van je vandaan, tenminste. Ik ben opgegroeid op Walcheren in Zeeland, op een van de eilanden. Een geluk dat ik, mijn ouders kochten een heel klein strandhuisje. Dus ik woonde mijn hele jeugd, eigenlijk van begin april tot eind september, woonde ik op het zand, op het strand. Dus ik was altijd heel dicht bij de elementen. En ja, ik had in die zin geluk. Ik heb heel veel gereisd in mijn leven. Ik heb 7 jaar in Amerika gewoond. Heel veel in India geweest, Israël, nou overal naartoe gereisd. En ik woon op dit moment in Nederland, in Amsterdam dus. Ja, en ik ben 30 jaar kunst- en cultuurdocent geweest. Vanuit mijn diepste passie, die ik eigenlijk al heel jong voelde, om iets met onderwijs te gaan doen. Al begreep ik pas veel later waarom ik eigenlijk geboren ben. Ik had altijd in mijn leven die twee belangstellingen om bewuster te ontdekken wat bewustzijn is, waarom ik hier ben. En natuurlijk ga je door heel veel crisissen heen in je leven voordat je op een plaats gekomen bent dat je dat dieper begint te begrijpen waarom dat eigenlijk zo belangrijk is en wie wij zijn. En dat we een veel groter potentieel hebben dan dat we denken. En ik ben vanuit mijn lesgeven. Ik heb 7 jaar in het basisonderwijs lesgegeven en 23 jaar in het middelbaar onderwijs. Als kunst- en cultuurdocent dus en als creatief docent ontdekte ik eigenlijk hoe die twee dingen, de spiritualiteit, onze spirituele dimensie die we hebben in ons, onze emotionele intelligentie, empathische ontwikkeling, ons bewustzijnsontwikkeling, hoe die zo samengaan met de creatieve ontwikkeling. En vanuit mijn eigen ervaring, omdat ik in het reguliere onderwijs les gaf, ja, begon ik eigenlijk te ontdekken, vooral door, ja, er is heel veel pijn en heel veel lijden, ook bij kinderen en bij docenten en bij ouders. Natuurlijk ook, dat kenmerkt onze overgangstijd. Raakte ik heel erg ja, gepassioneerd om ja, bij te dragen dat nieuwe onderwijs, dat holistischere onderwijs, waarin we veel meer intelligenties eigenlijk mogen ontwikkelen. Dat zijn wij ook als mens. Om daaraan bij te dragen. Dus ik begon heel natuurlijk. Ik heb best denk ik een creatieve mind. Dus ik ging nieuwe dingen ontdekken. Programma's maken. Die wijsheid, die breedte van dat nieuwe bewustzijn veel meer kon omarmen. Dat is even, ja, in het kort. Oké, okay, ja. Kort, ja, ik herken ook wel dingen zoals je die nu vertelt. Was ook de reden waarom dat wij met Pure Child gestart zijn. Omdat je inderdaad, als je als volwassen zelf op
onderzoek gaat in deze wereld van ja, wie zijn wij eigenlijk? Wat is ons doel? Wat is onze missie? Ja, ga je inderdaad op zoek en dan ga je op een gegeven moment inderdaad ontdekken dat de dingen die je net nodig hebt om in het leven te kunnen staan, dat dat niet geleerd wordt in het onderwijs. Ja, Dat iets is dat gemist wordt. Precies, precies, precies. En je merkt gewoon dat eigenlijk levenslessen, die zijn zo essentieel dat kinderen op school de mogelijkheid krijgen om dat wat ze daadwerkelijk ervaren in hun leven, om ze daar ook bij te helpen naar een diepere laag te gaan. En ik had, ja, ook doordat ik zoveel gereisd heb, zag ik dus, dat is niet alleen van Nederland en België, maar dit is wereldwijd zo'n nieuwe beweging. Ik heb heel veel groepen gedaan, ook internationale onderzoeksgroepen, waarin we juist dit element, wat betekent dan, wat betekent die zielsgerichte educatie? Wat betekent het? Hebben wij allemaal beperkende gedachten? Dat we denken, nou, dat zijn kinderen die kunnen dat nog niet of die zijn daar nog niet aan toe. Ik merk dat in mezelf ook. De hele tijd in mijn eigen onderwijscarrière kwam ik dat tegen. Kinderen spiegelden mijn limitaties de hele tijd. En ik was dan, ja, ik had die passie, had ik wel heel levend. Wat kan dan nog meer? Wat kan dan nog meer in wording komen? En van daaruit begon ik, zoals bijvoorbeeld mijn programma De Hand, die ik nu ook op basisscholen nog geef en die eigenlijk een ingang tot mijn boek zijn, waarin je helpt dat rechterbrein veel meer tot leven te laten komen, zodat alles weer wat meer in balans kan zijn. En dat voel je dan ook in de klas zelf, als je met die dingen bezig bent, dat er meer rust komt of dat kinderen op een gegeven moment, wie dat ze zijn, dat dat meer naar boven kan komen dan. Waardoor dan ze zich inderdaad meer gezien voelen. Ja, en dat is natuurlijk niet makkelijk, want iedereen op dit moment zit in natuurlijk een bestaand systeem. En dat, daar zitten we zelf ook in. We moeten natuurlijk heel veel ruimte maken dat dit een proces is. Wij zijn een evolutieproces waarin we ook mogen schommelen, waarin we fouten mogen maken, waarin het soms heel goed gaat en dan weer helemaal niet. We mogen fouten maken, we mogen juist die fouten gaan zien als een leerpotentieel, als een moment van, oh, hier is de ontwikkeling. Niet als fout, fout, nu doe je het fout, maar hey, dit is een nieuw potentieel wat zich op dit moment openbaart. Het is een heel nieuw iets wat we samen aan het ontwikkelen zijn met elkaar. Maar ik ben er, ja, op een of andere manier wel al 25 jaar zeker heel actief ook mee bezig. En er is heel veel gebeurd. Ja, ik merkte vooral in mijn creatieve lessen dat er een soms dan, en natuurlijk zijn dit de gouden momenten. En die staan ook allemaal in het boek, want dat laat het potentieel zien wat mogelijk is. Dat er soms een creatieve flow was. En daarin gebeurden dingen dat ik zo geïnteresseerd raakte van, wat is dit voor leren? Ik zag een heel nieuw leren en een heel nieuw potentieel ontstaan, juist vanuit die creatieve flow samen. Het was net alsof iets anders het overnam. En ik deed het niet, maar het gebeurde en ik zag dus kinderen soms voor mijn neus veranderen en zo zichzelf zijn. Nou, dat. En ik zag een heel nieuw collectief. Het was net alsof ik dan in momenten door een raam naar buiten kon kijken, dat ik dacht, wauw, ik zie hier een hele nieuwe toekomst. Ik zie hier heel nieuw leren. Ik zie hele nieuwe mensen die helemaal met blij en enthousiast en nieuwsgierig zichzelf en het collectief verder helpen. Nou, en dat waren natuurlijk sporadische momenten, maar het was zo belangrijk. En dit gebeurde voor mij al zeker 25 jaar geleden, dat ik dat soort dingen er begon te ervaren.
juist door mijn vak. Ja, daar is eigenlijk mijn hele boek een beetje op gebaseerd, dat we naar een nieuwe mensheid kunnen toegroeien die anders is. We hebben die krachten in ons, maar ze zijn ondergesneeuwd. En dat we kunnen gaan bewegen naar een nieuw mens. En ik denk dat dat nu zo essentieel is op dit moment. Ja, absoluut. Het is ook daarom dat de kinderen ons tegenwoordig ons zo uitdagen, hè? Omdat zij met dat groter bewustzijn hier aanwezig zijn. Maar ik voel ook heel sterk dat het woordje verbinding, dat je als leerkracht durft te verbinden ook met de kinderen. Ja, dit is wat je nu zegt, is denk ik essentieel van het probleem en ook van onze kracht. Ik denk dat dit laat zien dat we zo uit verbinding geraakt zijn door zoveel systemen buiten onszelf en dat we onszelf niet meer zijn gaan vertrouwen. Ook dat we voor de klas zijn gaan staan waarin we al die dingen die moeten maar eindeloos afdraaien met het idee dat dat het beste is voor het kind. En ik denk dat een van de dingen om dat nieuwe te gaan creëren samen, dat het allereerste is dat we kinderen weer echt gaan leren zien. Dat we evolutionaire ogen leren ontwikkelen waarin we kunnen voelen, kunnen zijn met wat is en kunnen zien wat echt wat nodig is. Wat zij nodig hebben, maar ook dat we voor onszelf echt leren gaan verbinden. Vanuit een diepere kern die we allemaal in ons hebben, maar waarin we zo door de invloed van buitenaf, van het collectief van buitenaf, dat we daar zo bij weggegaan zijn. En ik denk dat verbinding is echt essentieel, dat we daar bewust van worden, dat we kinderen helpen leren discrimineren. Ben je uit verbinding, ben je in verbinding? En we kunnen naar binnen keren, kan je leren, is een term die veel gebruikt wordt. En ik heb gemerkt dat natuurlijk schommelt het en is het uitdagend, maar het kan. Wij kunnen leren met onszelf dieper te verbinden, waardoor we het grotere geheel ook meer kunnen omarmen en er meer kunnen zijn voor onze kinderen. En kinderen kunnen ook dieper leren verbinden met zichzelf. Wij kunnen kinderen daar heel erg mee helpen om ze dat te leren. Heb je dat ook al ervaren, dat je zegt door een bepaald lesje of een bepaalde tool of een bepaalde oefening, dat je echt kon voelen van dat de kinderen met zichzelf in verbinding waren? Ja, zeker, zeker. En ik denk vooral doordat je zelf ruimte maakt in het moment. Dat je echt even durft te stoppen. En gewoon eens even ruimte maakt met wat er is op dat moment. Dat je leert vertragen. Eigenlijk, ik was op een school en ik deed een oefening over verbinding. En daar is zoiets van, nou, hier ben jij. En ze tekenen allemaal ringen om zichzelf, waar ze eigenlijk op dit moment in hun leven mee verbonden zijn. He, dus dat gaat, hier ben jij, oh, ik ben deel van, hier ben ik met mezelf, oh, ik ben deel van mijn gezin, ik ben deel van mijn familie, ik heb mijn vrienden, mijn clubjes. En zo werd die ringen, die werden steeds groter en we eindigden met, we zitten op een planeet en we zijn deel, hè, we hebben dan de wereld, Europa, alles hebben ze al gehad. En dan uiteindelijk, wie zijn wij? Wij zijn hier op een bol en er zijn meerdere planeten, nou die benoemen ze dan ook. En dan komen we op die manier in contact, dat ze van binnenuit meer deel zijn van een veel groter geheel. Maar we praten dan ook over, wat betekent dat dan? Die intimiteit, want die hebben ze met hun diepste vrienden. Die hebben ze soms met hun vader, met hun moeder, hun opa, hun oma. Dus dan praten we over verbinding vanuit hun ervaring. Wat voelt nou intiem? Maar hoe ben je intiem met jezelf? Ben je thuis in je eigen lichaam? Durf je dat? Nou, zo kan je heel langzaam
naar die kracht die daar zit, kunnen we kinderen helpen bewegen. Nou, dat heb ik deze week nog met een klas mogen doen en dat was heel erg mooi. En ja, natuurlijk, je kan eindeloos door blijven gaan hiermee, maar alleen al de bewustwording, oh, ik ben verbonden met veel meer dan dat ik dacht. Dit is wel mijn leven nu. De verbinding tussen generaties. Ik denk dat dat ook deel is van het nieuwe onderwijs. Dat we veel bewuster worden, dat er veel meer geleerd kan worden, dat scholen veel meer kunnen doen. Met opa's, met oma's, respect ontwikkelen voor elkaars levenservaring. Maar dat we bewuster worden dat er, ja, dat er veel meer uitgewisseld kan worden tussen elkaar, tussen verschillende culturen, verbinding daarin. Daar is een rijkdom. En ik merkte dat natuurlijk vooral in de kunst, andere culturen, daar is een rijkdom aan kunst, aan uitwisseling, aan levenservaring. We zijn veel meer één mens dan dat we denken. We zitten zo in posities en afscheidingen en in hokjes te denken. En er is een, daaronder is een rijkdom. En ik denk dat we die nog niet genoeg ontdekt hebben. Dat we veel meer broers en zusjes van elkaar zijn dan dat we denken. Ja, klopt, fantastisch mooi. Ja. Tuurlijk, ja, je hebt geluk om het vak creativiteit te geven. Je hebt ook al vaak gezegd. Dan kan je die dingen met de kinderen ook makkelijker bespreken of daar dieper op ingaan. Tegenover als je ja, wiskundelerares bent of taal of fysica. Nou, Magdalena, misschien ja. niet. Ik heb ook bijvoorbeeld met mijn wiskundeleraar. Okay. Wij probeerden ook samen te werken vanuit dat nieuwe een beetje. Dat we, hè, ik werkte dan met mandala's en ja, dat soort dingen. En we gingen dan naar buiten met de kinderen over een veld lopen. En dan gingen we eerst lijnen lopen. En die gingen later in de klas getekend worden. En zo ontstond de stelling van Pythagoras. En we verbonden dat dan ook weer met de mandala's en de kosmische ordening. En ja, ik heb dat, we probeerden heel veel dingen uit. En dan wat er zichtbaar werd, lieten we dan ook weer zien aan onze collega's. Alleen werd het nog niet goed opgepikt of zo. Maar de kinderen die vonden het fantastisch. Ze begonnen de abstractie van wiskunde eerst te ervaren. Met een rood touw of, oh wacht even, met die vormen. Weet je, dat ze, er is veel meer mogelijk in een holistische benadering. Ja, en heb je dan ook de ervaring als je dus op die manier eigenlijk wijsheid brengt naar de kinderen toe, gelijk in welk soort vak, dat kinderen ook graag of liever naar school gaan? Of zitten jullie dan ook evengoed nog met kinderen die tegen hun zin in de klas zitten of die zeggen, het interesseert me allemaal niet? Of hebben jullie dat niet door juist, ja, die verbinding die je op die manier probeert te leggen? Ja, ik merkte in deze situatie bijvoorbeeld, toen wij daar wat meer samen in kwamen. Ja, wij creëerden het ook terwijl we voor de klas stonden. Het is zo belangrijk wat voor energie jij elk moment uitstraalt. Dat worden de kinderen ook. Daar reageren ze op. En ik merkte in bijvoorbeeld in deze situatie, die kinderen kwamen ook in die openheid op en ze hadden echt meer plezier. Het was gewoon heel gezellig. En ze werden nieuwsgierig. Op een gegeven moment was er zelfs een meisje die zei, oh ja, wiskunde en kunst, maar je kan poëzie ook hierin brengen. Daar kwam zij mee. Nou, en dan vielen onze monden open. Ja. He, dus, en natuurlijk was het net een heel klein beginnetje. Want wij zaten ook vast natuurlijk in wat we ook regulier moesten doen. Maar het was, je zag het potentieel van dat je echt samen met de kinderen bent. En dat je ze respecteert in de intelligentie die zij op dat moment laten zien. En dat is cruciaal. Dat durft te zijn met wat er is. En natuurlijk is het heel eng. Want dat heb ik zelf ontzettend veel ervaren. Want er hoeft maar iets te gebeuren in die openheid. Je bent zo bang dat je hele klas in een anarchie vervalt.
Daar is ook leiding nodig. Hè, om en het geheel te dragen. En die openheid te hebben is een hele nieuwe, ik noem het maar een klier in onszelf, die we aan het ontwikkelen zijn. We moeten het ook sturen. Hè, dus dat is belangrijk. Maar als je het samen doet, zoals ik met deze docent dan deed, dan wordt het ook heel natuurlijk. Dan is er ook een soort natuurlijke orde en een natuurlijke leiderschap ontstaat er dan. Niks is mooier als je in die flow, in die kracht met kinderen samen bent. Dan word je helemaal blij van als docent, als ouder, als mens. En de kinderen ook. Nu het herfstnummer van Pure Child staat ook een verhaal gepubliceerd over het stille oog in de storm. En dan, ik hoop dat mensen dat kunnen voelen. Hoe vervullend het is als die intelligentie, ik noem het kosmische intelligentie, tussen elkaar gaat spelen. Want dan ga je juist die kracht van dat nieuwe collectief, dat bewuste collectief, ga je voelen met elkaar. En dan gebeuren er wonderen. Dat is echt heel erg mooi. En alles wordt natuurlijk. Want jij bent daar ook als volwassene helemaal deel van. Maar ik wou nog heel eventjes terugkomen op het feit dat Geesje in haar boek heel veel vertelt ook over die stilte. Het eventjes stilmaken in de klas, dat ook heel belangrijk is. Kan je daar nog eventjes iets over vertellen, Geesje? Ja, die stilte. Het is zo belangrijk dat we leren in onszelf ruimte te maken voor dat we het ook niet weten. En dat is doodeng, hè, wat ik daarnet ook vertelde. Maar wij zijn zoveel meer dan alleen onze constante stroom van gedachten. We zijn een grotere energie. En stil te maken, dan gaan we weer leren om dat te voelen. Dat we uiteindelijk niet afgescheiden zijn van elkaar. En dat we natuurlijk, onze geest raast maar door de hele tijd. Maar om die verbinding weer te gaan voelen vanuit die stilte is essentieel. En ik heb wel gemerkt, en zeker doordat ik veel met teenagers werkte, nou, die zijn heel wild en heel druk, dat het heel belangrijk is om te beginnen ook met dat wat er is. En niet zo van, nou, van buiten, bovenop, stil en noem maar op, maar om juist spelvorm te gaan gebruiken met dat wat zij ook interessant vinden. En zo van binnenuit heel langzaam te gaan stretchen naar meer, naar meer. Zo had ik bijvoorbeeld met teenagers, daar gebruikte ik van die klankschalen die heel lang door gonsden, zal ik maar zeggen. En natuurlijk, die zijn helemaal gefocust op hun eigen telefoon. En dan liet ik één kind, die was trouwens verboden, dat kon alleen op mijn aanwijzingen mochten ze die wel gebruiken soms, om kunstdingen op te zoeken en zo. Dan was er één, een bewaker, en die ging dan bijvoorbeeld timen hoe lang wij gewoon relaxed konden zitten zonder wat te doen. En dan kwam er een soort van competitie-element in, of wij onze ontwikkeling konden timen. Nou, dat vonden ze fantastisch. En zo begon ik heel langzaam meer en meer te communiceren dat stilte fijn is. En dat er heel veel intelligentie juist ontstaat vanuit die stilte. Dat onze geest beter gaat werken als we die ruimte kunnen maken. En dat het belangrijk is dat we leren relaxen. Dat niet zomaar voor onszelf alleen is, maar ook voor het geheel. Dat we veel meer en beter kunnen bijdragen aan het geheel. Dus ja, daar is heel veel over geschreven in het boek, maar het is een essentiële kracht
die ons leert om echt thuis in onszelf te zijn, om happy met onszelf te leren zijn. Ja, dus eigenlijk stilte zou je kunnen zien als een soort ritueel. Elke dag in de klas is een momentje, een ritueel rondom stilte. Ja, zeker. En ook wat ik begon te doen ook was, ik had een sfeermeter. Die door een vriend van mij uitgevonden is. Dat zijn eigenlijk streepjes die van heel donker naar licht gaan met een soort knoop waar die je kon verschuiven. Nu gaan we even stoppen. Voel nu eens. En dan mag één iemand, is dan een sfeermeterbewaker in een klas, en die mag naar voren lopen. En die mag dat ding, waar zitten we? Zitten we in geel, in licht? Of zitten we bijna in zwart? En waar zitten we? Wat is de sfeer nu? En dan ga je merken dat het collectief van een klas zichzelf gaat ordenen. Nee, nee, hij moet een beetje naar beneden. Hij mag nu wel naar boven. Dat zijn zulke interessante ontwikkelingen waar we kinderen kunnen helpen om sfeer te gaan voelen, bijvoorbeeld, zodat ze ook dichter bij zichzelf en bij die stilte kunnen komen. Kan je met die kleine dingen al beginnen? Ik heb bijvoorbeeld een handmodel, dat staat ook in het boek. En ik heb er ook een poster voor ontwikkeld. Die kunnen mensen gratis printen vanaf mijn website. En in de klas hangen, zodat je of in het gezin hangen, of waar je het ook wil. Zodat je elke dag, bij elke vinger is een dag verbonden en is een kosmische wet bij verbonden. Vormen, kleuren, dat je elke dag, oh, het is maandag. Wat gaan we vandaag even doen aan stilte creëren, aan bewustontwikkeling? En ik denk daar heel veel tips op staan om elke dag zeker daar aandacht aan te gaan besteden. Dus dat handmodel is eigenlijk een introductie in mijn boek van waar ik allemaal over schrijf. En Wow. dat is dus iets moois om die rituelen met dat handmodel gewoon te gaan gebruiken in je dagelijks leven. Een mooie ingang, denk ik, om dat even te lezen. Oh, wat kan ik op de maandag doen? Wat kan ik op de dinsdag doen in de klas? Al is het maar 10 minuutjes. En eigenlijk ook bedenk ik mij tijdens personeelsvergaderingen. Of als je samen zit met de Zeker. collega's. Hey, Precies. Ja. Ja, je kan het je kan het overal gebruiken, dit handmodel. Ook in het bedrijfsleven. Het is een hele mooie ingang om even te stoppen. Om even uit je gewone mindset te komen. En even in contact te komen. Oh, er is meer. Even stil zijn. Even ruimte maken. En hoe breng je in de drukte waar jij zelf in zit. Ja, hoe kom je daar? En dat handmodel is denk ik echt een tool die je kan gaan gebruiken. Jeesje, jij vertelde daarnet ook nog iets over dat leiderschap. Er staat ook blijkbaar een heel hoofdstuk dat daaraan gewijd is in jouw boek. Het leiderschap bij de volwassenen, maar ook waarschijnlijk leiderschap bij kinderen. Vertel daar eens meer over, want het is wel een hele belangrijke. Vooral ook dat we de komende winteredities zal net gaan over dat onze kinderen en jongeren de leiders zijn van de toekomst. Ja, het heeft ook heel direct te maken, denk ik, met de enorme verschuiving waar wij in zitten. Ik merkte zelf ook vanuit mijn eigen carrière hoe dat ook ontwikkelde en veranderde. En dat heeft natuurlijk ook met dat nieuwe universeel kosmische bewustzijn te maken, wat we aan het ontwikkelen zijn, waarin we weten dat we deel worden van een groter geheel. Zodat we eigenlijk uitdijen naar meer zien van dat grotere geheel. Ja, ik merkte zelf ook hoe belangrijk het is, daar hebben we eerder over gehad, dat je op nieuwe manieren gaat verbinden. Ook als ouder, ook als docent. En daarin zit tegelijk de verschuiving van dit bewustzijn. Want heel diep in het moment durven zijn met wat is. Dat te gaan omarmen. En daarin een leider zijn, ja, dat betekent dat je kinderen helpt te relaxen, dat je je zorg staat nummer 1 voor het geheel.
En dat is natuurlijk een hele ontwikkeling, want we kunnen er wel makkelijk over praten. Maar om dat daadwerkelijk in jezelf ook ja, te gaan ervaren en te gaan uitdrukken, is al een hele ontwikkeling. Dat je uit je macht en ik weet alles en ik ga jou vertellen hoe het moet, durft te stappen. Dat is natuurlijk heel essentieel voor dat nieuwe leiderschap. En dat je verbonden bent vanuit die nieuwe visie dat we dat we één zijn, dat we eigenlijk toe aan het groeien zijn naar eenheidsbewustzijn, waarin er enorm veel ruimte is, niet meer voor afscheiding en niet meer om iedereen in hokjes te plaatsen, maar er is juist heel veel ruimte voor die diversiteit. Zo iedereen kan wel vanuit zijn eigen authenticiteit helemaal zichzelf zijn. En dat is iets heel nieuws. Ik heb zelf daar heel veel training in Amerika in gedaan. En je merkte eigenlijk in dat nieuwe collectief dat je meer jezelf wordt. Omdat het ook veilig is. Omdat niemand meer in al die oude dingen van als jij moet daar naartoe en daar naartoe. En ben de baas in wezen over jou en jij doet wat ik zeg. Dan zeg ik het even heel extreem. En vanuit die top-down positie, vanuit die superieure, ja, oude vormen van leiderschap. Maar je groeit naar meer verbinding, naar meer ruimte. Waar een soort van holding space energie is als leider. Juist mensen op hun kwaliteiten gaat leren zien. En je gaat juist het respect voor elkaar is de basis geworden in dat nieuwe leiderschap. En inherent is aan waar we nu in zitten. Je ziet het overal om je heen. In die oude vormen van leiderschap, die beginnen niet meer te werken. Die posities die daar allemaal in spelen, daar moeten we zo bewust van leren worden. En dat is een heel groot proces. Wil je dan eigenlijk ook zeggen dat iedereen leider mag zijn over zijn eigen leven? Ja. Dat is een hele belangrijke vraag. Ja, ik denk dat we juist ook voor die nieuwe educatie, die verbeeldingskracht, en dat is natuurlijk ook mijn vak altijd geweest in creatieve ontwikkeling. We mogen ons eigen leven gaan creëren. We zijn de schepper van ons eigen leven. En kinderen, je ziet het nu, hoeveel kinderen ontsporen. Ze hebben dat niet geleerd om creatief, veerkrachtig te zijn, moeilijke situaties juist te zien als leermomenten. Er is zo'n ander perspectief mogelijk. Ik denk dat we met dat geboorterecht geboren zijn. Wij zijn scheppend van nature. Ja, in mijn visie de verschuiving naar een veel creatievere educatie, zo essentieel en belangrijk om uit die overcognitieve, rationele educatie te gaan. En dat moet je aankunnen, natuurlijk, die vrijheid. Dat is zo belangrijk in deze tijd, ja. Wauw, Geesje, belangrijke en bijzondere boodschappen breng jij. Ja, ik zou zeggen, heb jij nog iets dat je zegt van dit wil ik alleszins nog meedelen aan de luisteraars en kijkers? Hopelijk allemaal op weg naar een meer liefdevollere wereld, waarin we verbonden zijn met wie we werkelijk zijn. Want we zijn onder al die lagen van zoveel conditioneringen, zijn we eigenlijk liefde in onze essentie. En dat is zo groot om daarbij te komen, maar het is mogelijk. En ik vertrouw dat we naar zo'n wereld aan toe groeien zijn. Want er zijn zoveel stromen, die zijn nog niet zo zichtbaar in deze tijd, maar ze zijn er wel, die dat nieuwe al steeds meer beginnen te omarmen. En ik hoop dat de kijkers en de luisteraars dat daarmee mee resoneren, dat ze dat ook voelen. Het is de moeite waard om het te lezen. Voor ons was het alleszins een groot geschenk. En was ze van, wauw, wat een boodschap brengt zij. Want het is ook niet alleen.
En je kan daarover praten en je kan dat zelf wel aanvoelen, maar het overbrengen naar de kinderen, dat is zo'n belangrijke. Want dat is waar zij nood aan hebben. Dat is waar zij ook eigenlijk willen zijn en willen zien. Het is dat mensen in hun kracht gaan staan, in hun authenticiteit, dat kinderen merken dat er inderdaad verbinding is, dat er liefde is. Dan blijven ze veel beter bij zichzelf. Dat is de boodschap die Geesje brengt. Dus met heel veel tools die je in je klas kunt gebruiken. Dus het kan, het is niet van, ja, dat is niet mogelijk. Jawel, het is mogelijk. Geesje heeft het zelf ervaren, beleefd en vandaar haar boek. Ik hoop dat het inspireert. Dank je wel, Magdalena.